Oh, dat kun je allemaal lezen. An emerald reconstructor which uses crystals but are mainly craft ingredients. Oké dan. Oh, je kan ook gewoon allemaal dingen. Oh, dat is wel makkelijk dat je allemaal van die boekjes hebt. Ik wist niet dat je zeg maar op die manier erop kon klikken. Oh, je hebt zelfs een video waar je op. Wauw. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder met Sky Factory. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk wel eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw? Abonneer. Welkom. We gaan natuurlijk vandaag, zoals je wellicht had verwacht, kippen breeden. We hebben inmiddels ook een baby rode kippen bij. Ben ik op zich wel blij mee, omdat we natuurlijk dan inmiddels de twee hebben. Kortom, we hebben een iets grotere kans om natuurlijk daarmee bezig te gaan. Dankjewel voor het achterlaten dat we inderdaad dus de Emerald, moet ik even goed gaan kijken hoor, Ayot, de Emerald version dus daarvan. Oh, wait a second. Wacht, we hebben hier een Emerald en we hebben hier een Emerald Crystal. Wat? Hij doet meer damage en heeft meer durability. Oh jeetje. Oh, in ieder geval, er werd gezegd dus dat inderdaad de diamond is beter. Hij heeft inderdaad, zoals je kan zien, meer durability en hij is iets sterker. Dus als in ieder geval de diamond kapot gaat, is het misschien wel verstandig om deze te gaan maken. Hoewel, ik zie dus nu ook in. Ah, kijk aan. Dus je hebt de. Ja. Natuurlijk, een opzien heeft natuurlijk weer meer durability. Deze heeft dan weer minder durability. Ik weet niet wat dit allemaal weer moet inhouden. Maar het zal met deze daarentegen. Holy shit. Deze emerald is nog beter. Maar is die dan ook nog beter om te maken? Is dan natuurlijk weer de vraag. En wat zijn deze emeraldic crystals? Like, bruf. Dat kun je allemaal lezen. An emeraldic reconstructor which uses crystals but are mainly craft ingredients. Oké dan. Oh, je kan ook gewoon allemaal dingen. Oh, dat is wel makkelijk dat je allemaal van die boekjes hebt. Ik wist niet dat je zeg maar op die manier erop kon klikken. Oh, je hebt zelfs een video waar je. Wauw. Dit is wel super makkelijk in dit modpack. Dat ze gewoon daadwerkelijk gewoon video's hebben hoe je dus dingen kan gaan checken. Dat is wel heel erg handig. Wist ik niet. Maar nu wel in ieder geval. Dankjewel in ieder geval voor het melden. Wat ook werd achtergelaten door gewoon Youssef. En dat vond ik op zich gewoon hele epische. Want ik zat meteen te denken van wait a second. Dan kunnen we daar dus ook nog meer mee gaan doen. Dat is namelijk als volgt. Duffy, als je een spawner hebt, krijg je een broken spawner. Wat je kan doen is als je een soul van een wither skeleton pakt. Met een soul in een file te doen. Kortom, hè, die soul zullen we zien in een flesje. Kan je die twee samen zetten in een soul binder. Dan heb je een wither skeleton spawner. Daarna moet je een powered spawner maken. En dan kan je daar de Wither Skeleton mee spawnen, met die Powered Spawner samen te zetten in een anvil. Kortom, wat hij eigenlijk zegt is, je kan gewoon eigenlijk als je een broken spawner hebt, die je natuurlijk vrij makkelijk krijgt. Als je natuurlijk, wait a second, moet is dat breeden? Jij moet met hem. Dat krijg je natuurlijk vrij simpel als je natuurlijk, wat krijgen we eruit? Een groene, god dang it. Dat krijg je natuurlijk vrij simpel als je een blaze ding is in de nether sloopt. Misschien hebben ze zo van die broken spawners. Hebben we eigenlijk een broken. Nee, die hebben we op dit moment niet. Nee, goed, doet er eventjes niet toe. Ik heb ze natuurlijk wel gezien in Forever Stranded bij Dylan. Dan kan je die dus eigenlijk een soort van weer repareren door er dus een eigen. Ja. Twist aan te geven. Dat is natuurlijk wel super episch dat dat kan. Dan ook over het Dracolium gebeuren allemaal. Daarvoor. Ja, dat is eigenlijk weer hetzelfde wat Andy zei. Oh, dit is. Oh, jemig. Holy fuck. Fuxels. Dat zit er zeg maar ook zo van. Oké, dat zit inderdaad in de game. En dat is inderdaad nog beter. En heel veel mensen zeggen ook. Ja, daar moet je even Dylan voor vragen. Dit en dat. Maar goed. Dylan hebben we echt niet voor nodig, kappa. Het heeft te maken met een. For fuck's sake. Een meteor die ik zou moeten vinden in de. In de end. Dat ten eerste. En. Als dat al zou lukken, want daar moet je dus lucky voor zijn, omdat het gewoon random is. Dan zou je natuurlijk ook weer met, in dit geval, seeds kunnen gaan doen. En als we terugkomen bij het seeds en zo allemaal. Dan doet me dat toch weer denken aan natuurlijk de clothing garden. Dus wat dat betreft, ja, daar moeten we denken. Weet je, ik denk dat we vandaag gewoon oprecht een clothing garden gaan maken. En gaan kijken hoe wat allemaal. In de tussentijd zullen we natuurlijk ook gewoon kippen gaan breeden. Ik moet wel ondertussen eventjes kijken bij de kippen hoe dat allemaal gaat. Want dit zijn natuurlijk wel dingen. De kippen wil ik niet als main ding hebben, maar het is wel een soort van main ding natuurlijk, omdat we natuurlijk uiteindelijk dan Nellium kunnen krijgen. hoe ver zitten we eigenlijk nu met alles erop en eraan? Want ik blijf het keer op keer zeggen, ik doe natuurlijk hè, een aflevering op een dag. En de dag als je daarna de inwezig gaat, is het allemaal weer van, wait a second, wat deed ik ook weer allemaal? Wij moeten dus inderdaad nu hopen met de red chicken, dat we dus de cacao chicken krijgen. En dan kunnen we daarvoor gaan. Oké, toppie. Daar zijn we dat nu nog steeds druk mee bezig. En dan hebben we dus nu deze kant, dat was de gold chicken met een lava chicken. Nee, dit was een slime chicken met een blaze rod chicken. Maar om een slime chicken te krijgen, hebben we dus
een snowball chicken met een sand chicken nodig. Oké, dat is in ieder geval ook al middels al volgroeid. Dat is ook super. Dit heeft nog een cooldown van 30 seconden. Oké. We hebben hier dus in dit geval dus inderdaad twee chickens nu. We hebben hier dus nu een sand chicken en we hebben hier dus nu ook een snowball chicken egg. Oké, nice. Maar wat we dus even met deze gaan doen, we nemen deze even mee hier naartoe. Nou weet je wat? Nee, deze zetten wij... Nee, we maken wel even hier een hele kleine kooi voor hem van hout erbij. Waar we dan even deze in kunnen gaan proberen te laten breathen. Heb ik zeker weer niet genoeg blokken op zak? Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. En dan gaan we eens even snel slapen. En dan kunnen we natuurlijk vanuit, als dit zo meteen weer op een cooldown zit allemaal. Dan gaan we natuurlijk dan bezig met het maken dus van de clothing garden. Of de garden cloth, weet ik hoe ik het allemaal moet uitspreken. In ieder geval, dan gaan we daarmee kijken hoe wat allemaal. En dan weer door. Oké, de snowball chicken, jij mag daarin. Sand chicken, jij mag hier ook in. Jongens, beter. Oh, dan heb ik natuurlijk weer... al die shit weer niet bij me. Beter gaan jullie gewoon in één keer gewoon even je best doen. En ga je niet moeilijk lopen doen van... nee, we gaan eerst gewoon een van onze volgelingetjes geven. Oké, jij bent nog niet breedable en jij ook nog niet. God dang it. Jullie daarentegen wel, want ik weet dat jij bent breedable met hem. Dus beter geef je me de kip die ik nodig heb. Kom op, de slime chicken. Wat is het? Het is wederom een rode motherfucker. Die gaan we natuurlijk even omhoog boosten, want... ja, des te meer we natuurlijk van deze kip allemaal hebben, des te meer kans natuurlijk hebben dat we uiteindelijk het voor elkaar gaan weten te krijgen. Dan gaan we je ook maar even boosten, want fuck it, waarom niet? We hebben toch seeds zat nu. Flikker zo meteen gewoon nog even weer het apparaat aan en dan komt het ook wel weer goed. Jij bent nog op cooldown, jij niet, jij niet, jij niet. Oké, toppie. Deze kunnen we op zich gaan opruimen wat dat betreft deze kip, want daar hebben we nu niks aan. Maar ja, hebben we hier beneden niet nog een zandkip ready bijna? Kijk aan, we hebben inderdaad nog wel een sand chicken. Kom jij maar eens even hier. En dan douwen we deze sand chicken gewoon even hierin. En dan ga je jou gewoon even fast forwarden, wat wij bij al die kippen aan het doen zijn. En dan gaan we vanuit daardoor. Ja, we moeten zo meteen weer even nieuwe sheets gaan maken, want dit gaat behoorlijk hard natuurlijk, maar fuck it. Oké, die laatste paar seconden kunnen we niks tegen doen. Nou goed, daar wachten we dan maar heel braaf op. In de tussentijd kunnen we wel... oh, moet je zien mensen. Allemaal lava eggs. Fucking nice. Dus echt, echt nice. Dat we die dingen natuurlijk gewoon makkelijk krijgen wat dat betreft. Zo, oké. Even kijken, jij kan nu wel breeden met deze, kom op. Oké, doe meteen het gewoon goed en ga niet fucking moeilijk lopen doen. Wat hebben we gekregen? We hebben gekregen de clay chicken. Hey, there we go, nice. Oké, dan, want die hadden we natuurlijk nodig. We gaan de clay chicken meteen boosten. Oh, hoppatee. Oh, wat gooide ik nou? Ik gooide denk een ei. Nee, goed, maakt er geen fuck uit. De clay chicken is in ieder geval nu al binnen. Dan kunnen we nou hier nog even snel naartoe, want hier moet voor me ook al wel een kip ready zijn. Jij bent breedable met... hem, want we hebben dus hier de slime chicken nog. Dus heel veel te kijken van moeten we dit nog wel doen, maar ja, dit moeten we doen. Wat hebben we hier? We hebben hier de... oh yes, de cacao brown. Of de cacao brown chicken hebben we hier inmiddels. Toppie. Want die hadden we namelijk natuurlijk ook nog nodig, dus die kunnen we ook even gaan boosten. Kijk, nu gaat het tenminste snel. Hoppatee, nice. En ik zet natuurlijk even apart allebei hier in deze coin neer dat ik ze heb van ik heb ze tenminste hier zitten. Zou dit ondertussen in de... oh nee, 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 nee. Oké dan, dit gaat al niet goed nu, maar goed. Oké, even voor de record. We hebben dus nu de cacao, brown moeten we dus nu gaan breeden. Dus weer met de met een glowstone kip. Oké. Wat ik even in de tussentijd ga doen. Eigenlijk wil ik het niet doen. Maar ik ga even een aantal van deze kippen saven. De rest ga ik vermoorden. En dan ga ik dan de twee die ik moet hebben even apart zetten hierin. Omdat het anders ook weer niet goed gaat. Wat ik zei, ik ga ze niet allemaal denk ik saven. Ik ga er ook een aantal gewoon doodslaan. Omdat ik zoiets heb van ja, weet je, waarom zou ik? Nou is het zo dat ik wel weet dat Dylan mij heeft gewaarschuwd. Voor het feit dat je uiteindelijk nog best wat lapis lazuli nodig gaat hebben. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, kan ik daar echt op gaan wachten? In de zin van al die lapis lazuli kippen te gaan sparen. Maar aan de andere kant, waarom niet? Zo, die zit er ook in. Zou ik anders gewoon deze lapis lazuli kippen gewoon letterlijk bij de diamond kippen erin douwen? Ik bedoel, het is allebei blauw. Ja, doen we gewoon. Ach, fuck it. Ik wou ze gaan vermoorden, maar uiteindelijk heb ik toch weer een goed hart en ik save de kippen. Zo. Dan mag jij ook nog even meekomen. Komt u maar. En dan kunnen wij dus nu next level kippen gaan pakken. Dat betekent dus de cacao brown chicken mag even hierin. En dat geldt dus dan ook voor de clay chicken. Die mag ook eventjes hier nu in. En dan moeten we nou eens even gaan kijken hoe en wat allemaal. Want, overigens moeten we... jouw, nee, dit wordt gewoon onze mixture bak, joh, fuck it. Dat wordt gewoon echt onze mixbak. Ik ga niet eens moeite ervoor doen om die nog, om ergens te kunnen saven. Dit douwen we gewoon lekker even daarin. We pakken jou die douwen ook even lekker daarin. Hoppatee. Oké, goed. We hebben dus nu volgens mij nodig, als ik het goed meteen zag, een glowstone chicken. Om dan, om dus de netherrot te krijgen. Dus een glowstone chicken. Nou goed, we hebben gelukkig een aantal glowstone chickens. Hebben we die hier al in zitten? Nee, dan hebben we die hier
beneden zitten. We hebben een stuk of 3 of 4 volgens mij. Ja, kijk aan. Die zijn in ieder geval allemaal ready. Dus komt u maar hier. Deze douwen we dan lekker hier erbij in. Dan moet ik heel even goed gaan kijken dat ik wel natuurlijk de goede laat breathen. Want anders hebben we ook een probleem. Het is de cacao brown met een glowstone. Oké, de cacao brown met een glowstone. Kom op. Please in één keer goed een netherrot chicken. Kom op. Is dit hem? Is dit hem? Nee. Dit is hem niet. Dit is hem niet. Maar deze kunnen we natuurlijk wel ook weer, zoals je wellicht begrijpt, boosten. Want we hebben natuurlijk nog eentje daarvan liggen. Beneden in ieder geval nog een extra glowstone kip. Dus ja, dan gaan we deze natuurlijk maar even gewoon boosten. There we go. Pakken we deze meteen erbij. En dan hebben we zo meteen een poging 2. Ik wou deze aflevering ook nog een garden cloth maken. Maar als het zo doorgaat, joh. Jeetje. We pakken ook eventjes wat hiervan. Want we kunnen eventjes weer wat seeds gaan produceren vanuit deze. Want dat is inmiddels al wel weer nodig, heb ik al wel weer gezien. Zo. Oké. En waarvoor hadden we dan ook alweer deze voor nodig? Gold met lava. Nee, de slime chicken met een blaze rod chicken. Oké. Wait a second. Een slime. Hebben we nou. Nee, wacht. We hebben nu eens nog een clay chicken. Wait, ho, ho, ho. Een clay chicken met een cactus green kan een slime ball chicken worden. Aha. Een clay chicken. Oké. Dus als we deze nu eventjes. Wacht, we hebben een groene marfokker nodig. Kom jij maar eens even hier. Die zet even hierin. Dan mag jij met hem. Voor dus de slimebal kip. Die we overigens. Is dit er eentje? Nee, dit is ook weer een cactus green. Die we overigens niet hebben gekregen. Dus die mag dan hierin. Dan hebben we hier natuurlijk nu nog de cacao brown. Die kan nog met deze glowstone. Op hoop van zegen. Kom op. En het antwoord is. Wat is het? Het is ook weer een glowstone. Oké, deze douwen ook meteen hierin. Gaan we meteen gewoon afzetten. There we go. Want dat is natuurlijk ook een beetje zonde. En dan houdt dit voor nu even op. Dan kunnen wij nu bezig gaan. Dus met de garden cloth alvast te gaan maken. Overigens wil ik ook dus binnenkort een keer naar de end toe. Voor de mensen hier afvragen. Omdat ik natuurlijk dus nu heb gelezen dat we daar een meteor kunnen vinden voor Dracolium. Ja, dat is nog heel veel om te doen. Heb ik ook wel gelezen, mensen. Maar waarom niet kappa? Dit is toch vet? Ik bedoel. Ja, ik vind het op zich wel vet. We vullen eens even snel dit op, want dit moet ook allemaal weer doorgaan. Of moet. Dit is wel handig natuurlijk dat dit ook allemaal doorgaat. Want zo ruimen we natuurlijk ook een beetje onze kist natuurlijk op met allemaal alle supplies die we natuurlijk erin hebben zitten. Dus dat is natuurlijk wel even makkelijk eraan. En we hoeven niet eens om te kijken. Alleen af en toe even leeghalen. En dat was natuurlijk ook, ja, nu puur alleen dat we zoveel oors hadden liggen. Maar uiteindelijk gaat het ons ook vrijwel niks meer ja, kosten om dit ding leeg te halen. Want we hebben bijna geen oors. Even kijken hoe het met deze kist verder zit. Ja, nou ja, dit zie je dus ook. Dat zit ook maar wat eruit komt. Komt natuurlijk ook omdat wij onze mechanical users op dit moment niet eens erop hebben staan. Dus er komt amper iets binnen. Maar het gaat alsnog ja, snel genoeg om zomaar te zeggen. Goed, dit is dan op een cooldown. Dan gaan wij nu cactus eerst snel slopen. Want you never know when you need some cactus. Dan hebben we tenminste wat. There we go. Oké, goed. Dan gaan we nu kijken naar de cloth. Want we moeten nu een garden cloth gaan maken. En dat is niks meer dan dit apparaatje. En dit apparaatje heeft een aantal dingen. Namelijk een lantaarn. Gewoon glas. Gewoon hout, denk ik. Nee, wacht. Dit is accept any planks treated wood. Oké, en we hebben ervoor nodig een iron mechanical component. Maar hoe maken we dit? Wait, what? Dit is gewoon oaks. En dit is dan een soort van olieverfachtig iets. Maar ho. Ik weet niet of dat per se nodig is. Want er staat hier, except any planks treated. Nee, wel ja, any planks treated wood. Dus het moet echt treated wood zijn. Maar. We gaan het wel even zien, mensen, hoe en wat allemaal. Ik heb werkelijk maar geen idee. We kunnen gewoon dit aanklikken. Ja, maar we hebben geen papier hier. Handig duf. Hey. Maar goed, we hebben gelukkig wel sugarcane, dus dat is mooi. Zo. Oké. There we go. Dat mag dan even allemaal erin. Oké, poging 2. Klik, klik, klik. Oh nee, wacht, dat hebben we niet eens nodig. We hadden geen papier nodig. Wat hebben we dan nodig? We hebben nodig. Orange stained. Oh, we hebben gewoon dit nodig. Oké, hebben we geen glas? Jawel, toch? Hier, wil ik zeggen, we hebben hier gewoon... Oh, wacht even, het moet stained zijn. Wait, what? Het moet per se gekleurd glas zijn. Is dat het meer? Het moet per se gekleurd glas zijn. Oh. Oké, dus ze willen per se dat wij dus
een gekleurd raampje hebben. Dus wij kunnen gewoon letterlijk dit nu doen. Zo. Dan hebben we nu dit. En dan... Zo, dat is letterlijk wat ze willen, dit. En als ik dan nu klik, klik, klik doe... Dan... Nee, oh my god, dan ben ik dom. Het is een iron plate. Dat is hetgeen wat ik moet hebben. Ik moet gewoon een iron plate hebben, man. Dat is alles wat ik nodig heb. Een iron plate. Niks meer, niks minder, duf. Oh, zeg dat dan, man. Hou ik er helemaal niet door, joh. Man. 1, 2, there we go. Oh my god, wat slecht dit. Sorry, mensen. Verkeerd gezien. My bad. Ja, yep, dat krijg je dan. Oké, dat hebben we in ieder geval. Dan. Weet ik, kunnen we eigenlijk nu gewoon... Nee, want we hebben nu echt die dingen nog niet. We hebben echt gewoon dat ene hout niet. Dit is gewoon clear glass. Dat maakt dus helemaal geen fuck uit wat dat is. Oké, dus dat boeit helemaal niet. Zou we maar gewoon clear glass hebben. En clear glass is letterlijk gewoon... Oh, gewoon letterlijk gewoon zo van... Zo, dit noemen ze clear glass. Right? Ik vind maar raar wat ik allemaal aan het doen ben. Kijk, het kan natuurlijk dat ik heel de boel verkeerd doe natuurlijk, hè. Dat heb ik al. Het kan dat ik echt de boel verkeerd doe. Maar ik moet dus alleen nu nog dit hout zien te fixen. Maar ik heb geen idee hoe. Ik heb geen idee wat voor hout dit is, joh. Want ik moet dus een bepaalde... Ja, ik... ik maak even een chisel. Want ik denk van... Misschien hebben we dat dan wel gewoon nodig, I guess. En we pakken dan gewoon even wood. Ja, nee, dat is dat ook. Oké. Oh, nee, wacht. Wel even wood pakken, zo. En dan even de chisel. Oh, we hadden nog een chisel. Een chisel maar de nizzle. En dan... Oh, wacht eventjes. Oh, nou heb ik een hele stack gemaakt. Nee, goed, boeit me niet. Misschien dat dit werkt. Ik heb eigenlijk maar geen idee, zo niet. Dan weet ik het ook niet. Nee, dat werkt niet. Treated wooden planks? Maar what the fuck is... Wat is dat? Een fluid tank? Nou, ik weet niet, Andy, maar... Banaan. Mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Sky Factory. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het natuurlijk wel met een duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneren, welkom. En mensen, tot morgen.